Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze voorleesvideo. Ik ga dit boek voorlezen. Weet je wie dat is? Het is Kikker en Rat. En dit boek heet Kikker en de Horizon. Luister mee naar dit verhaal. Kikker en de Horizon. Rat stond op een heuvel en keek over het land naar de horizon. Dat is in de verte wat je nog als laatste ziet. Wat is de wereld toch mooi, dacht hij. En hij kreeg een vreemd gevoel in zijn benen. Het wordt tijd dat ik weer eens op reis ga. De volgende ochtend vroeg begon hij zijn rugzak te pakken met spullen die hij onderweg nodig zou hebben en genoeg eten en drinken voor een lange reis. Vol verwachting ging hij op pad. Het avontuur lokte. Wacht even, werd er geroepen. Rat keek om en zag Kikker aankomen rennen. Rat, zei hij, waar ga je naartoe? De wijde wereld in, zei Rat. Iets nieuws ontdekken. Mag ik mee, alsjeblieft? Vroeg Kikker opgewonden. Geen sprake van, zei Rat. Daar ben je nog veel te klein voor. Ach toe, Rat, ik kan je helpen dragen. Ik ben sterk genoeg en met z'n tweeën is het toch veel gezelliger dan alleen. Vooruit dan maar, zei Rat, als je maar niet lastig bent. Zo trokken de twee vrienden de horizon tegemoet. Kikker mocht de rugzak dragen. Mooi is het hier, zei Kikker na een tijdje. Heel anders dan thuis, want hij was nog nooit zo ver van huis geweest. Daar gaan ze heen. Na een uurtje gelopen te hebben, ging Kikker zitten. Ik heb honger, kunnen we niet gaan eten, zei hij. Wat, zei Rat verbaasd. Nu al? We zijn nog maar net onderweg. Maar hij haalde toch een paar broodjes uit de rugzak. Eigenlijk had hij zelf ook wel trek. Zuinig aan hoor, zei hij streng. We moeten hier nog lang mee doen. Na het eten zette de tocht voort. Zijn we er al bijna? Vroeg Kikker. Waar? Antwoordde Rat. Nou, bij de horizon. Hoe kan dat nou? Zei Rat ongeduldig. We zijn nog vlak bij huis. Rat die wil nog veel verder. Ik weet niet of Kikker dat ook wel wil. En toen ze eindelijk stilhielden, ging de zon bijna onder. Kikker viel achterover in het gras. Ik ben moe, ik kan niet meer, steunde hij. Wanneer gaan we naar huis? Naar huis, zei Rat verbaasd. Niks daarvan, hier gaan we slapen. Rat zocht een plekje en daar legden ze zich ter ruste. Rat, zei Kikker na een tijdje, ik kan niet slapen. Je ogen dicht doen en aan iets leuks denken, zei Rat. Kikker probeerde het, maar het hielp niet. Hij hoorde vreemde geluiden, misschien wel van leeuwen of van tijgers. Tegen de ochtend viel Kikker toch in slaap. Rat moest hem wakker schudden. Kom op, Kikker, het zonnetje is al op, we moeten verder, zei Rat. Voort gingen ze weer, heuvel op, heuvel af. Zijn we er nou bijna? Vroeg Kikker hijgend. Niet zeuren, zei Rat. Als je iets van de wereld wil zien, moet je er wat voor over hebben. De hemel werd grijs, de zon verdween achter de wolken. Plotseling begon het hard te regenen. Ze schuilden onder een dik bladerdak. Het was er droog, maar Kikker had het koud. Hoe zou het thuis zijn? Vroeg hij treurig, hoe zou het met varkentje gaan en met eend en haas? Het werd alweer droog, zei Rat. Kom, we gaan weer verder. Langzaam veranderde het landschap. Ze klommen over bergen en rotsen. Is het niet fantastisch? Riep Rat enthousiast. Maar Kikker gleed uit en gaf een gil. Ik
kan niet meer lopen, jammerde hij. Mijn poot is gebroken. Nou, dat zal wel meevallen, zei Rot en hij hielp Kikker overeind. Strompelend deed Kikker een paar stapjes, maar het ging niet meer. Zo komen we nooit verder, mopperde Rot. Vooruit, ik zal je dragen. Hij tilde Kikker op zijn rug en zette de tocht voort. Misschien is Varkentje wel een taart aan het bakken, zei Kikker. En wat zou Haas aan het doen zijn? Het is altijd zo gezellig met z'n allen thuis. Hier, Kikker wilde graag mee op reis, maar nu wil hij toch wel weer graag naar huis. Thuis zitten kun je altijd nog, je hele leven lang, zei Rat. We zijn nu op reis naar vreemde landen. Kijk nou toch om je heen, hoe mooi het hier is. De wereld is vol avontuur. Op een mooi stukje grasland zette Rat Kikker op de grond. Ik ben moe, zei hij. We gaan slapen. Hier, vroeg Kikker. Thuis heb ik het lekkerste bedje van de wereld. Maar ook hij was moe en viel al gauw in diepe slaap. Toen Rat de volgende morgen wakker werd, zat Kikker er treurig bij. Rat, ik ben ziek, zei hij. Ik voel me zo raar. Ik verlang naar huis. Ik denk aan huis. Je bent nog te klein voor een reis om de wereld, zei Rat. Je bent niet ziek, maar je hebt heimwee. Heimwee, riep Kikker verschrikt. Is dat erg? Wel nee, zei Rat. Als je weer thuis bent, is het zo over. Thuis, zei Kikker dromerig. Kom op, zei Rat. We gaan terug. Plotseling kon Kikker weer lopen. Hij rende vooruit. Terug naar Varkentje en Eend en Haas. Rat moest erom lachen. Vind je het erg om terug te gaan, zei Kikker. Vroeg Kikker. Nee, zei Rat, eigenlijk verlang ik ook wel een beetje naar huis. Het is mooi geweest zo. Het was een lange weg die ze te gaan hadden. Eindelijk riep Kikker, kijk eens, daar, die boom, die ken ik. Nu zijn we dicht bij huis. En ja hoor, in de verte zagen ze Varkentje, Eend en Haas al staan. Kikker holde naar zijn vriendjes toe, alsof hij vleugels had. Welkom thuis, zei Haas. Hoe was de reis? Fantastisch, riep Kikker. De wereld is prachtig en vol avontuur. We hebben zoveel beleefd. Kom gauw binnen, Varkentje. Ik heb net een taart gebakken, zei ik ook. Kom gauw binnen, zei Varkentje. Ik heb net een taart gebakken. Jullie zullen wel honger hebben. Dat was nou precies wat Kikker wilde horen. Terwijl ze van de taart genoten, vertelde Kikker over alles wat ze gezien hadden. En de avonturen die ze hadden beleefd. Maar het is nergens zo fijn als thuis, zei hij. En hij dacht tevreden aan zijn eigen warme, fijne bedje. Kikker en de horizon. Nou, Kikker vond het op het eind wel weer leuk, maar toen was hij thuis. Maar op reis, ik denk dat Rat volgende keer met iemand anders moet gaan. Dat was het boekje. Ik hoop dat je het een leuk verhaaltje vond. Tot de volgende video. Doeg!